Luca Henny met She Got Me. Yes, van de Songfestival van vorig jaar in Zwitserland heeft hij toegedaan. Ik hoorde dat jij er niet zo heel erg kapot van was. Wat liedje, of tenminste van de fan. Ik vond het een heel lekker poppy liedje. Ik ben benieuwd wat Zwitserland dit jaar gaat doen. Maar voordat we daarop gaan speculeren, wil ik je eerst even op de hoogte stellen van een aantal trending nieuwtjes in de muziek. Ik moet wel zeggen, er was heel weinig muzieknieuws deze dagen. Ik heb echt wat gezocht, maar het komt natuurlijk ook door het coronavirus. Want eerder hadden we het daar al over in de vorige edities van Him for the Weekend. Heel veel artiesten die hebben hun optredens afgezegd vanwege dat virus. Waaronder Poppy, ja. Ja, dat is jammer. Ja. Ja, daar zouden we heen gaan, maar dat is helaas gecanceld. Ja. Maar goed, volgens mij ging het ging wel door, toch? Het gaat er wel door, maar het is nog niet bekend wanneer. Nee, nou ja, goed. Nee, ik had nog een feest en dat is ook niet doorgegaan. Allemaal alle ellende. En zelfs in de top 40 was het een best wel rustige week. Wel iets opvallends aan een Nederlandse hitlijster. Er staat maar liefst 3 keer een nummer in met Die in de titel. Namelijk No Time To Die van Billie Eilish, To Die For van Sam Smith en Die Young van Shepard. Zou dat iets zeggen misschien? Heeft dat met corona te maken? Ja, dat vroegen we dus ook al af. Misschien, wat denk jij, mooie raar, zou dat met corona te maken hebben? Het is wel heel toevallig, hè? Het is wel heel toevallig. Ja, ja, ja. Het kan bijna niet missen. Ik denk niet dat corona de mol is. Corona is de mol, ja. Tweede nieuwtje. Elke week komen Bart en Robin van Banner langs in de avondshow van Kai Merckx op een ander station dan RN7, namelijk Q. Om daar een nummer uit de top 40 naar een Nederlandse vertaling. Ik moet zeggen, dit is heel goed gedaan. Het is geen klakkeloze vertaling, maar een compleet nieuw nummer. Iedere week kun je dat gewoon naar horen. Deze week coverden ze No Judgment van Niall Horan. En daar hebben we een klein stukje van. Zelfs chameleons verlegen krijgt. Dat voor mij. Laat me nou zien wie jij bent. Wie je nu speelt, die ken ik nu wel. Je blijft dan nog steeds mijn meisje. Doe maar gewoon jezelf. Laat me nou zien wie jij bent. Wie je nu speelt, die ken ik nu wel. Je blijft. Ja, leuk toch? Hebben ze mooi gedaan, die jongens van Ben Air. Is het voor jou mooi, hè, deze muziek? Mijn muziekkeuze is vrij breed. Ik vind het wel lekker klinken. Nou, als je hiervan houdt, dan is het wel heel breed. Ja, nou, precies. Een paar wijntjes helpen. Ja, natuurlijk. Dat kan vaak al gelijk de oplossing inderdaad zijn. Wat is die fles? Gelijk een flesje stroom voor je. En laatste nieuwtje. Nummer van Bad Guy van Billie Eilish is dinsdag door de International Federation of the Phonographic Industry uitgeroepen tot single van het jaar 2019. Dat hebben ze gepresenteerd. Het liedje is online 19,5 miljoen keer gekocht. Dat is echt bizar veel. Het nummer All Time Road van Lil Nas is staat tweede en is 18,4 miljoen keer aangeschaft. Bad Guy die stond vorig jaar in meer dan 15 landen wereldwijd bovenaan de hitlijst en was het meest gezochte nummer via Shazam. En in de lijst van de meest gestreamde nummers op Spotify in 2019 behaalde het de tweede plaats achter Señorita van Shawn Mendes, Camila Cabello. Weet je wat ik wel mooi vind? Nou, is dat hij stond ook op nummer 1 in een hele bijzondere lijst. Oh, dat is natuurlijk wel waar, ja. Ja. Onze Him Top 50 van 2019. Ja, klopt, ja. Was er ook nummer 1 van. Dus blijkbaar hebben wij dat heel goed ingeschat. Ik denk het ook wel. Ja. En ik hoor je denken als je niet luistert, wat is ook alweer Bad Guy? Nee. Oh. Even wachten. Nou? Want ik wil even iets met jou bespreken nog. En dat zouden we eigenlijk voor dit item doen. Dat is. Oh. Maar ik ga het nou gewoon echt heel lelijk tussen het item en het liedje in doen. Oké. Kijk. Wat is de situatie? Wij zijn nu 7 weken bezig met deze radio-uitzending. Ja. Ja. En we filmen altijd alles. En die filmpjes die komen op YouTube. En dat kunnen we allemaal heel erg terugkijken. Ja. En ik edit die filmpjes. Dus ik zie ze 100 keer voordat ze online komen. Ja. En dan gaat je dingen opvallen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik zal. Ja, ja. Tics. Maniertjes, tikjes van mensen. En nou ken ik die van mezelf wel. En de gast is elke week anders. Dus ik let vooral op de tikjes van jou. En dan niet zozeer tikjes, maar vooral uitspraken. Uitspraken? Wat heb ik gedaan? Wat is ik vind het zelf, dit, wel, ik vind het zelf heel leuk. Wat is dit nou weer? Ik heb deze week de Miguel Bingo. Hierop. Mooi. Ik zie dat Moira er al eentje heeft gemist. Oh. Maar hier staan dus 8 uitspraken op die jij heel vaak doet in uitzendingen. En wij gaan ze deze uitzending gewoon afstrepen. Je mag nog niet weten welke het zijn, want anders zou je het kunnen sturen. Oké. Okay. Maar einde van de uitzending gaan we kijken wat de score is en dan mag je weten. Maar het is bingo, hè? Is het dan ook? Heeft er iemand al bingo? Nee, de bingo-kaart moet gewoon zo vol mogelijk worden. Dat is meer het idee. Maar ik hoor net dat Rick voorstaat. Ja, je mag even afkijken bij mij.
Al heel goed. Zo. Maar zijn het ook dingen die ik dan doe? Thank handelingen of uitspraken? Het grotendeel zijn letterlijke uitspraken. Of stukjes van zinnen die je altijd doet. En 2 van de 8 zijn... Neuspeuteren staat er tussen. Nee. Nee, dat is de 9e die hebben. Nou, ik moet er wel nog even heel kort bij zeggen. Er zijn wel 2 dingen die er niet op staan, omdat je dat echt oneindig vaak doet. Dus dat je de microfoon, dat is dit. Ja, die microfoon heet dat zo. Dit? Ja. Maar ook dit. Ja, klopt. Ja, maar ik heb mijn baard laten staan. Heb je het gezien? Nee, heb ik niet gezien. Oh, en die is laten staan. Waar? Nee, grapje. Maar dat vind ik wel lekker om aan te zitten. Dat is ook een tik. Ja, mag toch ook... Nee, geloof ik. Nee, corona, dat kan niet. Oh ja, dat is Bram. Mag ik niet aanraken. Goed, tot zover de bingo kaart. We gaan naar fluisteren naar Bad Guy, geloof ik. Ja, jij bent hier nu de Bad Guy. Je hoort ons overal. Sukkeltje, ja. Want wij zijn er altijd. RM7. Let me show. So drink from me, drink from me. Let me show. We're on a symphony. So high. Let me show the cross. Weekend.